Het temperament van mijn man lag toch expressiever, anders dan het mijne. Automatisch heb je altijd invloeden van al de meesters in de geschiedenis, in de kunstgeschiedenis, van mensen die je niet hebt. Maar het is wel zo dat je daar volledig uit moet komen. Dat uw vorming qua persoonlijkheid is, realen. Ik ben nog altijd bezig met de borstel, met de olieverf, met de collages, met de aquarellen, met de kleurinkten en zo. En is het dan duur om kunst te maken? Het is redelijk duur. Ik moet zeggen, een kunstenaar die met goede. Het moet natuurlijk niet duur zijn, maar daar kun je niet van uit. Je verf moet de kwaliteit hebben, de materialen waar je mee werkt. Anders wordt het zoveel te moeilijker om hetgeen wat je doelstelling is, om die uit te voeren natuurlijk. En nu doe je geen tentoonstellingen meer, maar vroeger deed je dat wel. Ja. En deed je dat dan graag? Het is te zeggen, ik ben een zeer timide persoon. Ik ben verschrikkelijk timid, gelijk jij. Maar dat overwin je. Op sommige manieren moet je dat overwinnen. Het is eigenlijk, soms is het ook mooi dat je dat hebt, maar je moet er ook kunnen uittreden. Dat is zo een klein beetje kracht, alleen erdoor. En ik moet zeggen, voor mijn eigen tentoonstellingen was mijn man nerveuzer dan ik, bijvoorbeeld. Hij was hem niet te doen. En voor zijn tentoonstellingen had ik altijd een koortsblaar en stond ik helemaal overhoop als hij een open. Zo, zie je, dat was een wisselwerking. Voor mezelf had ik daar niet zoveel schrik van, maar van de andere kant sta je toch blootgegeven, hè, aan een hele grote deel van mensen die jou bekijken. Ook naar de inhoud van je werk, hè? En die je bekritiseren en daar moet je dan tegen kunnen. Dat is zoiets van de buitenkant van de maatschappij natuurlijk. Ja. Wat is voor u een goede leermeester? Een goede leermeester is volgens mij iemand die nu ga ik dat zeer goed willen formuleren. Dat is iemand die u alert houdt. Die u mentaal voedt. Die u vooral mentaal voedt. Die u de vrijheid geeft dat je de speurtocht naar jezelf vindt. Naar je eigen persoonlijkheid. Zonder dat hij zich daarin mee bemoeit. Bij manier van spreken. Een goede leraar is iemand die jou eventjes zal strelen, maar de rest moet je zelf doen. Hè? Of hij zal u bijvoorbeeld, gelijk ik nogal gehoord heb van mijn man, hij zal u bijvoorbeeld verschillende leerlingen, ik weet niet hoeveel kleuren geven, en zeg mij, maak mij daar bijvoorbeeld een blauwe of een grijze van. En dan ziet hij, ene leerling maakt daar een fantastische blauwe van en die andere verprutsen dat allemaal. Weet je zo, je voelt een kleine touch van wie zoekende is. Hè? Uiteindelijk moet je altijd zoeken, heel je leven lang. Ook al ben je begaafd, toch blijft dat arbeiden, zoeken, alles samenbrengen, assimileren. En je hebt leraars die dat ook betrekken, die vrijheid geven, maar toch begeleid is, ziet je? Dat vind ik wel de beste leraars, denk ik. De mensen die initiëren, hè, die ook mentaal spreken over de dingen. En niet alleen uw vingerken en uw penseelken, hoe je het moet doen. Hoe je het moet doen, dat vind je toch vanzelf. Ja. Dus kunst heeft al eigenlijk heel uw leven een belangrijke rol in uw leven gespeeld? Ja, heel mijn leven. Van kind af, ja, de kinderjaren tot nu, altijd. En dat heeft dan nog een extra boost gegeven door uw man te leren kennen? Ja, dat kun je bijna geen toevallen meer noemen in het leven. Dat is bijna zo vanzelfsprekend dat samenliep, ja.
En wat vindt u eigenlijk dan de zin van kunst? Ik denk dat de kunst enorm veel zin heeft op verschillende vlakken. In het eerste punt, de kunstenaar die zelf de behoefte heeft om die dingen te realiseren, daar is al iets mee. Hè. Dat kan zijn leven zijn, dat kan zijn dagboek zijn, dat kan, hij kan een visionair zijn, hij kan een voorloper zijn van ideeën, hij kan een wonderbaarlijke bouwer zijn aan schoonheid en aan dingen die kunnen blijven verder bestaan. En zin, in feite kan kunst ook zin hebben om de mensen aan te spreken dat men och ja, ook zo positief kan blijven in dat leven. Dat er gewerkt wordt aan dingen die niet sowieso negatief. Je hebt natuurlijk kunstenaars die dingen aanklagen. Hè? Dat is dus ook nog een andere taal. En ze hebben gelijk ook, hè? Want we leven toch in een wereld waar verschrikkelijke dingen ook in gebeuren. En daar heb je mensen die dat verzet tonen en die de aanklacht doen. Trouwens, mijn man heeft zo ook enkele werken gemaakt. Mijn aanklacht zit soms heel diep verborgen in dingen in het verhaal dat ik doe. Hè? Maar kunst is niet alleen natuurlijk ook dat, maar je ziet dat het verschillende functies kan hebben. Het kan ook de mens gelukkig maken. He, je gaat naar, ik zelf heb dat, ik ga naar een museum of naar een tentoonstelling waar geweldige mooie dingen hangen. Stukken die een keer samenkomen van overal. En dan kan ik zo, af, we hebben weer moed. Je kunt zo buiten komen en dat vind ik zo schoon. En eigenlijk zou men dat al met de kinderen moeten doen, zo, dat ze die reflex, want dat vergeet je nooit. He, als je dan zo'n keer met je mama en je papa ergens naartoe gaat, dat je iets gezien hebt dat u fascineerde. He? Ja, ik ben braaf en op. Eigenlijk jij van paarden houdt, zijn er heel wat kunstenaars die fantastische dingen ook met paarden gedaan hebben. He? Daar bestaan dus ook hele collecties van in alle tijden. Weet je, uw vragen zijn op, maar voilà. Kijk, Nick, ja, moet ik nog een grotere babbelaar dan ik dacht? Ja, dat wel, zet ik eraf. Ja. Steekt u eigenlijk nog veel tijd in kunst? Nu? Ja, schilderen of. Maar eigenlijk, heel mijn leven draait rond kunst. In die zin toch een groot deel. Hè? Dus ze zeggen, ik lees enorm veel, ik wil up-to-date, actueel alles weten, of toch veel wat er, de evolutie van de kunst. Ik zelf ben dus ook nog bezig, ik ben volop terug aan het schilderen en het tekenen en het aquarelleren enzovoort. Ja. Dus alle dagen nog? Nee, dat is daarom niet alle dagen. Het zijn dingen die met zo gaan en dan even wachten om op te laden. Je moet kunnen ademen. Hè. Ik ben ook niet, weet je zo, het schoolmeesterstype die denkt dat hij alle dagen moet werken. Maar er zijn periodes dat je doodwerkt natuurlijk. Hè. Dat je bijna dag en nacht werkt. En dat zijn goede, als je in vorm bent, dat zijn goede periodes dan. En dan moet je weer stille hebben waarin dat je je oplaadt. En zo zachtjes nadenkt over de dingen. Oké. Oké.